Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Opklaringen momenteel boven Nederland en heel lokaal valt er een bui. Maar dat gaat vandaag wel veranderen, want de buienactiviteit die gaat toenemen. Vanmiddag mogelijk zelfs ook buien met hagel en onweer. De meeste buien vallen vanochtend in het noorden bij temperaturen zo rond de 5 graden. Er staat een vrij krachtige tot harde wind uit westelijke richtingen. Later vanmiddag gaat die wind wat afnemen. Het is dan zo'n 6 tot 7 graden geworden op de meeste plaatsen. Maar zoals gezegd, er vallen dan wel een aantal stevige buien. En in die buien kan de temperatuur flink dalen. Ook vanavond nog een paar buien, maar dat is dan vooral in het noorden. De temperatuur ligt dan zo rond de 5 of 6 graden. Morgen gaat het van het westen uit geruime tijd regenen. In de loop van de middag wordt het in het westen weer droog, maar in het oosten duurt het nog een tijdje. Pas in de avond wordt het dan droger. De temperaturen liggen tussen de 8 en de 10 graden. En er is dat een meest vrij krachtige wind uit westelijke richtingen. En de dagen na blijft het aan de wisselvallige kant. Vrijdag is het overwegend droog. Misschien dat er in het zuidoosten nog een spatje mot regen valt. En de temperatuur ligt dan zo tussen de 10 en de 11 graden. In het weekend ook temperaturen tussen de 9 en de 11 graden, maar dan wel diverse buien en af en toe waait het stevig door. Ik wens u een Fijne dag!